Afvalinzameling is nog steeds een steen des aanstoots en zal dat waarschijnlijk nog wel een poosje blijven. Burgers konden woensdagavond meepraten over het gemeentelijk afvalbeleid. Vooruitlopend op het politiek beraad van dinsdag 3 oktober organiseerde LAS een politiek café in het gebouw van speeltuin Het Nieuwland. Waarom deze happening? Omdat de problemen van de afval is denk ik een hele grote die heel veel mensen hier in Almelo bezighouden. Louis Kampman liet foto's zien van wantoestanden rondom afvalcontainers. En journalist Leo van Rai van Tubantia, die het dossier al jaren op de voet volgt, schetste de ontwikkelingen in Twente. Er waren vele vragen en vele meningen. En dat, als dat de gemeente geld oplevert, dan zou dat betekenen dat daarom de afvalheffing voor de burger verlaagd moet worden. Helemaal juist. Wat betekent je bij Boza? Sorry. Ik ben zeer benieuwd hoe Almelo over afval denkt. En ben je Almeloer? Ik ben geen Almeloer. Ik woon in Nieuwland. Prognoses of gerealiseerde verlagingen? Die verlagingen waren feiten. Komen uit de begrotingen van de diverse gemeenten. Jan Hammink verdeelde het dertigtal aanwezigen in degene die vonden dat de overheid maar moest opknappen. En degene die vonden dat de burgers verantwoordelijkheid dragen en zich bewust moeten zijn van het afval dat ze maken. En in het midden de mensen die geen stelling namen. Nadat Leo van Rai uit handen van fractievoorzitter Gijs Stork als dank een mooie doos met geheimzinnige inhoud had gekregen als dank voor zijn inleiding, zette de discussie zich nog lang voort. Het politiek beraad is op dinsdag 3 oktober van 7:45 tot 9:00 in de raadzaal van het stadhuis.